Gromgeroffel. Van harte welkom bij een nieuwe Otis Go Advice video. En in deze Otis Advice beantwoord ik de vraag: hoe werkt twee-staps-verificatie in Otis Go? Twee-staps wat? Twee-staps-verificatie. Het komt erop neer dat als je in wilt loggen in Otis Go, standaard je een gebruikersnaam opgeeft, een wachtwoord opgeeft en je vervolgens ingelogd bent. Sommige bedrijven zeggen van, joh, we willen, vinden dat toch een beetje spannend, want als iemand dan je gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kan die gewoon in je account. Wij willen een extra stap in die verificatie. Dat hebben we geïmplementeerd in Otis Go. En dat werkt met sms-berichten. Het is eigenlijk gewoon heel erg simpel. Ik ga naar mijn Otis Go loginpagina. Ik vul mijn gebruikersnaam in. Ik vul mijn wachtwoord in. En ik krijg nu hier een venster. Vul de code in die per sms ontvangen is. Ik ontvang vervolgens een sms'je op mijn mobiele telefoon met een bepaalde code. In dit geval doe ik even voor alsof ik gewoon iets willekeurigs invul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is dus niet de code die ik ge-sms heb ontvangen. Ik klik op doorgaan en ik zie de ingevoerde code is onjuist. Dat is zeg maar het niet zo happy scenario. Het happier scenario. Dat is de aan.marketing. Een wachtwoord hardop zeggen. Dan niet heel erg handig. Ik krijg wederom de melding om de code in te vullen. Ik krijg wederom per sms een nieuwe code opgestuurd. Nu tik ik wel de juiste code in. Ik klik op doorgaan en bam, ik ben ingelogd in mijn Otis systeem. Twee-staps-verificatie is niet standaard in Otis Go. We kunnen het voor je activeren. Er zit wel wat kosten aan verbonden. Neem daarvoor even contact op met je accountmanager. Om het te laten werken moet het dus voor jullie en voor iedere gebruiker geactiveerd worden. En eigenlijk nog misschien zelfs veel belangrijker. Wij moeten het mobiele nummer weten van iedere gebruiker. Dus op het moment dat je naar de gebruikersinstellingen gaat en je zoekt op het trefwoord mobiel, dan heb je hier een mobiel nummer wat je kan invullen voor jezelf of als key user voor je collega's. En zorg ervoor dat het juiste mobiele nummer ingevuld is, want anders gaan we natuurlijk sms'jes sturen naar mobiele nummers die ze niet moeten ontvangen. Dus dat was mijn Otis Go Advice, waarin ik de vraag beantwoord: hoe werkt twee-staps-verificatie in Otis Go?